Het zal u niet ontgaan zijn. Er is grote onrust in Belarus. Begin deze maand won president Lukashenko, die al 26 jaar aan de macht is, de verkiezingen in zijn land met ruim 80% van de stemmen. Direct gingen heel veel mensen de straat op om te protesteren tegen oneerlijke verkiezingen en een gefraudeerde uitslag. Lukashenko greep hard in. Protesten werden neergeslagen, tegenstanders en journalisten worden opgepakt, bedreigd en mishandeld. Toch blijven de mensen demonstreren. En ondertussen claimt de gevluchte oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya de overwinning. Waarom gaat de bevolking van Belarus juist nu en masse de straat op? Heeft dit te maken met de politieke boodschap van de oppositie of zijn er andere redenen voor de demonstraties? En wat is de rol van de EU? Wat is de rol van Rusland? U hoort er zo dadelijk alles over van Evert van der Zweerden, politiek filosoof aan de Radboud Universiteit en Ruslandkenner. Welkom bij dit digitale actualiteitencollege van Radboud Reflects, waarin we op zoek gaan naar de verdiepende vragen achter het nieuws. Mijn naam is Lisbeth Jansen en ik ben programmamaker bij Radboud Reflects. Welkom Evert van der Zweerden. Fijn dat je er bent. Hallo. Hi. Ik ga maar meteen met de eerste vraag beginnen. Hè? En ja. Ik denk dat het goed is om even een kwestie op te helderen die denk ik voor veel mensen voor verwarring heeft gezorgd. Namelijk, opeens gaat men in de pers en in het nieuws spreken over Belarus in plaats van over Wit-Rusland. Waarom is dat? Nou, zo opeens is dat niet. In die zin dat er ook, zeker in het buitenland, heel veel media zijn die al veel langer over Belarus spreken. En het land zichzelf ook al vanaf de onafhankelijkheid zo noemt. De reden waarom daar een switch heeft plaatsgevonden, onlangs bij de Volkskrant bijvoorbeeld, die zijn overgestapt van de aanduiding Wit-Rusland naar de aanduiding Belarus, is dat Wit-Rusland eigenlijk als naam onderdeel is van een trio. Groot-Rusland, dat is het eigenlijke Rusland. Klein-Rusland, dat is Oekraïne. En Wit-Rusland, en dat is dan Belarus. Dus dat heeft, ja, dat heeft connotaties van, zeg maar, groot-Russisch imperialisme. Er is daar ook nog een uithoek, daar tegen Polen aan, en dat noemen we Wit-Rusland. Tegelijk is het een beetje academisch, omdat Biela, dat betekent wit, en Rus is de oude naam van Rusland, nog van de tijd voordat eigenlijk Rusland bestond. Dus dan heb je het over de vroege middeleeuwen. En dat is, in die zin zit daar wel een punt. Dat oorspronkelijke gebied waar de Russen vandaan komen, dus waar ze voor het eerst historisch gedocumenteerd zijn, dat is het gebied in het zuiden van wat nu Belarus is. Dus daar in de buurt waar de kerncentrale van Tsjernobyl staat. Op het grensgebied van het huidige Rusland, Belarus en Oekraïne. Dus het heeft ook met historische roots te maken. Hè? Dus mensen in Belarus kunnen ook denken, wij zijn eigenlijk net zo goed echte Russen als die zogenaamde Groot-Russen. Ik snap het. Hey, nog zo'n kwestie waarvan mensen vaak zeggen, hey, wat is dit nu precies? De vlag waarmee gezwaaid wordt bij de demonstraties, dat is niet de officiële vlag van Belarus. Wat is het wel? Nee, dat klopt. Dat is een ingewikkeld verhaal. De officiële vlag van Belarus is de voormalige vlag van de Wit-Russische Sovjetrepubliek of van de Belaruskaya Sovjetrepubliek. Maar dan zonder hamer en sikkel. En die vlag die is ingevoerd door Lukashenko. Nadat een paar jaar na de onafhankelijkheid in 1990 deze vlag, dus een witte met een rode streep in het midden, een tijdje de nationale vlag geweest is. En van oorsprong is dit de vlag van de zogeheten Belarusische Volksrepubliek uit de tijd van de burgeroorlog, uit 1918-1919. Dus dat is de periode waarin de Bolsjewieken probeerden hun macht te vestigen en waarin Belarus een van de plekken was waar daar weerstand tegen geboden werd. En die vlag werd toen door die kortstondige republiek gebruikt, is opnieuw gebruikt in de Tweede Wereldoorlog, toen Belarus bezet was door de nazi's. Die hebben die vlag gebruikt voor hun tijdelijke vazalregering die ze daar hadden zitten. Dus het is heel, ja, het heeft een hoge symbolische waarde, laat ik het zo maar zeggen. En tegelijk, al die vlaggen zijn ook enigszins, ja, omstreden zou je kunnen zeggen, of er zit een verhaal achter. Het is weinig eenduidig, want die natieoverheersing is natuurlijk weer niet iets waar men zich mee wil identificeren. Nee, maar het staat misschien dan op meer bredere manier voor iets van verzet of weerstand, deze wit-rode vlag. Het staat
vooral, denk ik, voor onafhankelijkheid. Oh, ja. Het staat voor wij willen Belarus zijn. En wij willen zelf onze zaakjes uitmaken. En dat is, denk ik, ook de belangrijkste boodschap van deze hele oppositie. Dat is tegelijk een beetje een lege boodschap, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus er zit geen politieke ideologie achter of iets dergelijks. Nee, het is puur een symbool van onafhankelijkheid. Ja, ja. Ja. Ja, en als we nu even teruggaan, een klein stukje in de tijd. We hebben het over onafhankelijkheid. We hebben het ook over Lukashenko, die, zoals je zei, al 26 jaar daar aan de macht is. Hoe zag de situatie er eigenlijk uit toen hij president werd? Ja, nou, het huidige Belarus is een van de voormalige Sovjet-republieken. Dat is ook met exact dezelfde grenzen als die het in, zeg maar, 1980 of zo had. Toen de Sovjet-Unie uiteenviel, toen was dat vooral een akkoord tussen de presidenten van Belarus en de Russische Federatie en Oekraïne op dat moment. Die zijn met z'n drieën in een soort landhuis precies op dat drie landenpunt. Dus daar bij Tsjernobyl in de buurt, waar ik het straks over had, bij elkaar gaan zitten, hebben de boel verdeeld langs de bestaande grenzen. En korte tijd daarna heeft Lukashenko toen in Belarus de verkiezingen gewonnen in 1994 met een overweldigende meerderheid en met een programma dat eigenlijk zei: wij willen niet af van het Sovjet-systeem. En dat was vooral het platteland wat hem daarin enorm steunde, maar ook heel veel fabrieksarbeiders, die zagen hoe in die voormalige Sovjet-Unie die Sovjet-economie in elkaar klapte. Waren massale faillissementen en die collectieve boerderijen die ineens stortten, et cetera. In Belarus was dat relatief wat minder. En daar wilden de mensen dus in zekere zin het oude systeem behouden, maar dan wel binnen de grenzen van een nieuwe soevereine republiek. Dus op die manier is hij met vooral steun van het platteland. Hij komt zelf ook van het platteland. Hij is een kolchoze directeur van oorsprong. Met steun van het platteland is hij daar president geworden. En is het ook met name door steun van het platteland dat hij zo lang aan de macht heeft kunnen blijven? Dat zegt men wel, ja. Dus steun van de traditionele arbeidersbevolking, maar vooral ook steun van het platteland. En daar zit, denk ik, een heel interessant element in. Want dat platteland in Belarus, net zoals elders in de wereld, zoals in Nederland ook, het platteland loopt leeg. Dus er gaan steeds meer mensen van het platteland naar de stad. Dus die achterban die krimpt letterlijk. En misschien dat in eerste instantie mensen die dan naar de stad trekken zo'n president nog steunen. Maar 5 jaar later dan zijn ze gewend aan internet en aan een stedelijke omgeving. En dan vinden ze hem een achterlijke boerenkinkel. Ja. En hoe zit het eigenlijk met Belarus wordt ook wel de laatste dictatuur van Europa genoemd. Hoe regeert hij? Hij heeft van begin af aan heeft hij met harde hand geregeerd. Maar hij begon met een ruime steun onder de bevolking. Dus in eerste instantie was dat vooral uitschakelen van wat er was aan oppositie. Er is een tijd lang, ik ben daar een paar keer geweest, was er een onafhankelijke universiteit in Minsk. Die heeft hij weggepest. Die is gevlucht naar Litouwen, een buurland. En daarmee naar de Europese Unie. Dus op die manier heeft hij de politieke en de intellectuele oppositie, zeg maar, en die was eigenlijk 100% Russisch-talig. Dat is ook een element. De Belarusische taal is echt de taal van het platteland. Terwijl in de steden over het algemeen vrij zuiver Russisch gesproken wordt. Dus bijvoorbeeld die Svetlana Tikhanovskaya, wanneer zij de mensen toespreekt, die spreekt loepzuiver Russisch. Daar is niks Belarusisch aan. En dat is ook, denk ik, een factor. Lukashenko heeft als onderdeel van zijn, ja, laten we het maar noemen, zijn Belarusificatiepolitiek, heeft hij die Belarusische taal op een podium gezet. Dus alle straatnamen moesten veranderd worden, de schoolboekjes moesten veranderd worden, et cetera. En dat is door heel veel mensen, met name in de steden, waar Russisch eigenlijk de omgangstaal is voor veel mensen, heeft dat heel veel kwaad bloed gezet. Het is een beetje alsof je in Vlaanderen het West-Vlaamse dialect dwingend zou opleggen aan de hele bevolking tot aan de grens met Limburg. Ja, en zegt dat feit hè, dat Tikhanovskaya bijvoorbeeld met name Russisch, of ja, alleen Russisch spreekt, zegt dat ook iets over haar politieke gezindheid? Ik bedoel, is het dan ook automatisch meer gericht op Rusland? Nee, ik denk niet dat je dat kan zeggen. Ik denk dat zij zal ongetwijfeld ook vrij gemakkelijk Belarusisch spreken, want die talen zijn sterk verwant. Belarusisch ligt als taal eigenlijk tussen Pools en Russisch in.
Dus Polen en Russen kunnen elkaar niet verstaan, maar Polen kunnen Belarussen wel verstaan en Belarussen kunnen ook Russen verstaan. Dus het is echt een soort midden, een soort tussentaal zou je kunnen zeggen. Een beetje zoals het Luxemburgs in de Europese Unie. Ik denk dat zij gewoon een opleiding heeft op de middelbare school in Minsk of in een andere stad waar ze vandaan komt en daar in het Russisch opgeleid is. En dat voor haar op een heel vanzelfsprekende manier Russisch de voertaal is. Dat geldt voor heel veel mensen, denk ik, in die laag van de bevolking. Haar man is een hele bekende blogger in Belarus, die ongetwijfeld ook heel veel volgers heeft in Rusland dus, en in Oekraïne. En in dat deel van Europa is Russisch eigenlijk nog altijd de lingua franca. Ja, hey, en nu we het toch over hen als stel hebben, is natuurlijk ook iets bijzonders gebeurd. Hè? Want tot voor een jaar geleden ongeveer, was hij natuurlijk de Lukashenko-criticus en degene die de oppositie leidde. Toen is hij opgepakt en toen heeft zij het overgenomen. Hoe is dat precies gegaan? Nou, precies wat jij zegt. hij is opgepakt en zij heeft het overgenomen. Wat daar interessant aan is, denk ik, is het verklaart voor een deel de inzet van dit protest. Hè, want waarom die protesten nu zo krachtig zijn, terwijl Lukashenko daar al heel lang zit en al heel lang de bevolking onderdrukt. Men heeft blijkbaar echt het idee van, nou, dit laten we ons niet gebeuren. We laten ons niet zomaar tot twee keer toe de verkiezingen afpakken. En daar zit, wat het heel interessant maakt, is, ik zei daar net al van, die Lukashenko is eigenlijk, plat gezegd, een boerenkinkel, maar in ieder geval iemand met een duidelijke achtergrond op het platteland. En hij is ook heel patriarchaal. Hij heeft op een gegeven moment gezegd van, ja, tegen vrouwen kan ik best campagne voeren, want een vrouw is toch ongeschikt als president. Nou, dat moet je tegen een hedendaagse, moderne, stedelijke bevolking niet meer zeggen. Dat kun je misschien ergens op het platteland, kun je daar nog mee wegkomen. Maar niet in de stad. Dus dat heeft Tichanovskaya tot een heldin gemaakt. En ook het feit dat ze heel duidelijk heeft gezegd vanaf het begin, ik heb niet een eigen programma, ik wil president worden om nieuwe verkiezingen uit te schrijven, zodat er iemand president kan worden die niet Lukashenko is. In het midden latend of dat dan haar echtgenoot Sergei Tichanovsky zou zijn of niet. Ja. Dus Lukashenko heeft zich daar denk ik echt op verkeken op de genderfactor. Ja, en heeft het feit dat ze moest vluchten na de verkiezingen, heeft dat nog impact gehad? Dat weet ik niet. Ik denk dat vanaf het moment dat duidelijk was dat dit niet ging werken. Ik denk eigenlijk, dat is een tweede inschattingsfout, Lukashenko heeft gedacht dat hij dit kon fixen. Ja. En de mensen om hem heen hebben gedacht van, nou, dit, we doen deze verkiezingen op de manier zoals ze dat gewend zijn. De president wint met 80%. En dan houden ze snel genoeg hun mond weer. Dus dan moet je na zo'n verkiezing, moet je proberen die oppositie weer kalt te stellen. En dat hebben ze onder andere gedaan door Tichanovskaya op te pakken. Er zijn sterke aanwijzingen dat die eerste videoboodschap waarin zij zei van, nou, accepteer die uitslag, ga niet de straat op, dat onder dwang tot stand gekomen is. Onder dwang van de geheime politie. Dus dat zij vervolgens gevlucht is naar Litouwen is niet zo vreemd. Vanaf daar heeft ze een andere boodschap kunnen sturen. Die maakt dat zij op dit moment denk ik nog steeds in de race is. Als het echt een vlucht zou zijn geweest, zeg maar naar Canada of iets dergelijks, en ze zou niks meer van zich hebben laten horen, ja, dan was die kandidatuur ook weg. Maar nu is ze heel duidelijk nog, in feite verhoogt dit alleen maar haar heldinnenstatus. Ook dat is een inschattingsfout van het regime. Ja, en het feit dat ze dus inderdaad niet naar Canada is gevlucht, maar nog op 180 kilometer afstand van de hoofdstad van Belarus zit, geeft dat ook nog extra vuur aan de demonstraties? Maakt dat ook dat ze blijven? Ik denk dat dat heel veel uitmaakt. Hè? Dus de Litouwen en in mindere mate Polen, maar vooral Litouwen, omdat daar is historisch ook heel veel band tussen die twee landen. Litouwen is bij uitstek de plek waar de oppositie altijd naartoe gevlucht is vanuit Belarus. De afgelopen 25 jaar, zeg maar. Dus het feit dat zij daar zit, zij heeft daar ongetwijfeld ook een omgeving om zich heen van andere mensen die in
eerdere instantie op de vlucht zijn geslagen voor Lukashenko. Er zal daar, ik weet daar geen cijfers van, maar er zal daar een aanzienlijke Belarusische kolonie in Litouwen zitten, waar zij ook steun van krijgt. Ja. Ja. Hey, laten we nog heel even gaan kijken naar een wat breder plaatje. Bijvoorbeeld Rusland. Tot nu toe lijkt het erop dat Poetin Lukashenko blijft steunen. Wat is de verhouding tussen Belarus en Rusland? En wat denk je dat Poetin gaat doen de komende tijd? Ja, nou, dat is natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Zeker omdat Poetin, als hij ergens in gespecialiseerd is, dan is het in het doen van onvoorspelbare dingen. Maar ik denk dat je wel een paar... Nou, je kunt wel een beeld krijgen, denk ik, van de situatie waarin men zich bevindt daar. Ten eerste, even terug naar jouw vraag van daarnet. Het feit dat die Tikhanovskaya Russisch spreekt, is geen per se pro-Russische agenda. Het is net zo pro-Russisch als een Oostenrijkse politicus die Duits spreekt. Belarus wil een zelfstandig land zijn met twee erkende nationale talen, Wit-Russisch en Russisch. Dat is denk ik het simpelste verhaal. Poetin heeft Lukashenko nooit echt gesteund. Dus hij heeft altijd de pest aan hem gehad en die haat die was wederzijds. Maar Lukashenko is wel erg van hem afhankelijk. Dus Belarus is economisch erg afhankelijk van Rusland. Ze hebben ook al een douane-unie bijvoorbeeld. En er is een tijdje geweest dat je voor Belarus een apart visum nodig had. Dat is niet meer, je Russische visum is in Belarus ook geldig en andersom. Dus er is al een hele sterke band tussen die twee landen. Poetin zal dat kun je denk ik veilig zeggen, die zal dat niet kwijt willen, die band. Ik zou denken, als ik een voorspelling moet doen, dan denk ik, hij laat hem vallen zodra dat kan. Want ik denk dat ze in de gaten hebben in Moskou dat die dictatuur van Lukashenko daar niet te handhaven is. Dat niet gaat lukken. Nee. En dat ze liever een democratisch verkozen president hebben waar ze zaken mee kunnen doen, dan een dictator die op een gegeven moment door iedereen uitgespuugd wordt. Ja. De duidelijkste parallel is Armenië. Daar is onlangs een revolutie geweest of een machtswisseling. Waarbij een duidelijk meer democratisch regime aan het bewind gekomen is. Maar één dat pertinent een hele goede relatie met Rusland wil hebben. Er zit wel een andere kant aan. En dat is dat in die zin zit Poetin in een lastig parket. Als dit gebeurt in Belarus, dus dat Lukashenko door de bevolking gedwongen wordt het veld te ruimen, dan kan dat in theorie in Rusland zelf natuurlijk ook. En het kan ook een voorbeeld zijn, en dat is het ook al, voor heel veel Russen. Dus er wordt op heel veel plekken in Rusland op dit moment gedemonstreerd steunbetuigingen aan Belarus en aan de oppositie daar. In Khabarovsk bijvoorbeeld, en dan heb je het over een stad, hè, daar is al een hele tijd zijn daar grote demonstraties. Dat ligt helemaal in het oosten, dat ligt voorbij Mongolië, dan ben je bijna bij Japan. In dat Khabarovsk wordt de leuze van de demonstranten in Belarus, Je veux Belarus, leven Belarus, die wordt daar overgenomen door de demonstranten. Mm-hmm. En daar zit natuurlijk wel voor een regime als dat van Vladimir Poetin, zit daar wel een gevaar. Dus hij moet denk ik echt daar spitsroeden lopen, moet je misschien zeggen, of een balanceeract uitvoeren. En hij is maar één van de twee kanten. Hè. De andere kant is de Europese Unie. Ja, laten we het daar eens over hebben inderdaad. Hoe zit het daarmee? Ja, de Europese Unie zit denk ik ook in een heel lastig pakket. Want wat ze niet kunnen doen is die oppositie echt aan de macht helpen. Want dat zou inmenging zijn in de binnenlandse aangelegenheden van Belarus. Directe inmenging. En dat zal Moskou niet accepteren. Het is in het belang van zowel Moskou als de Europese Unie, of zowel Rusland als de Europese Unie, om ervoor te zorgen dat Belarus een bufferstaat blijft. Dus een buffer vormt tussen de EU en Rusland. Ja. Twee grote eenheden die toch al veel te veel gemeenschappelijke grenzen hebben. Dus Oekraïne en Belarus zijn wat dat betreft cruciaal voor beide partijen. Dat is ook waarom de Europese Unie de steun aan Oekraïne niet echt doorgezet heeft.
en Oekraïne bijvoorbeeld geen lid is geworden van de NAVO. Ja. Want dat zou echt een onhoudbare situatie opleveren. Ja. Tegelijk, beide partijen willen in zo'n buffer natuurlijk bij voorkeur zoveel mogelijk invloed hebben. Ja. Dus Poetin zal die economische band met Belarus willen handhaven, misschien zelfs versterken. De EU zal goede relaties met Belarus heel belangrijk vinden en prioriteit geven. Daar zit ook een economisch belang achter. Belarus is een van de landen waardoorheen het Russische gas en Russische olie naar het westen worden getransporteerd. En andersom, Belarus is de grote manier om de sancties van de Europese Unie tegen Rusland te omzeilen. Want de Europese landen mogen niet exporteren, landbouwproducten bijvoorbeeld, mogen niet exporteren naar Rusland, maar wel naar Belarus. Terwijl Belarus een douane-unie heeft met de Russische Federatie. Dus dat is niet eens exporteren, dat is alleen maar verplaatsen. Ja, ja, dus in ieder geval dus hebben beide partijen, dus ik bedoel even de EU en Rusland, hebben vooral baat bij rust in Belarus. Ja, bij rust. En in die zin denk ik, dat zou nog wel eens het geluk van Belarus kunnen zijn. He, want dat zou kunnen betekenen dat beide partijen geen belang hebben bij het voortzetten van die dictatuur van Lukashenko, om uiteenlopende redenen. En dat beide partijen het vooral aan de mensen in Belarus zelf over willen laten wat hun politieke toekomst wordt, wetende dat ze daar niet pro-EU zijn of iets dergelijks. En er wordt niet met, in tegenstelling tot Oekraïne, er wordt in Minsk niet met vlaggen van de Europese Unie gewapperd. Nee. En Tikhanovskaya is heel duidelijk geweest ook in dat zij goede relaties met grote buur Rusland heel erg belangrijk vindt. Dus in die zin is zij zelf, zij of een eventuele opvolger, zal niet of nauwelijks een bedreiging vormen voor die band met Rusland. En aan de andere kant, Belarus is ook geen groot land. Het is geen grote bevolking. Het is wel potentieel een heel rijk land, vooral agrarisch, maar ook wel qua industriële productie. Dus voor de EU is dat ook een welkome buur, om zo maar te zeggen. Ja, tuurlijk. Ja. Hey, we gaan een spannend weekend tegemoet, denk ik, wat dat betreft. Er wordt hardop gespeculeerd over de val van Lukashenko. Tegelijkertijd neemt het aantal demonstranten af. Wat denk jij dat wat is een waarschijnlijke uitkomst van dit proces? Ja, dat is al helemaal, koffiedik kijken. Vooral als je vraagt van hoe lang gaat dat duren of iets dergelijks. Hè? Denk je dat het waarschijnlijk is dat Lukashenko het toch nog gaat redden? Dat hij gewoon in het zadel kan blijven? Nee, ik denk dat vrijwel uitgesloten is. Dus de hele vraag is eigenlijk, hoe verdwijnt hij? Kiest hij op een gegeven moment eieren voor zijn geld? Wordt er een of andere deal gesloten? Als hij slim is, dan sluit hij een deal waardoor hij de rest van zijn pensioen ergens op een boerderij in het zuiden kan genieten. Zoals gebeurd is met Khrushchev bijvoorbeeld destijds en zoals met veel dictators gebeurt. Als hij hardnekkig vasthoudt aan die macht, dan loopt het slecht met hem af. Want het is duidelijk op dit moment dat het zijn niet alleen maar mensen bij de televisie of bij overheidsbedrijven die hem in de steek laten. Het zijn ook militairen, het zijn ook soldaten. En de volgende stap is de geheime dienst. Ja, ja. En dus je ziet ook dat dat betreft vind ik hier wel heel interessant aan. Dat stond een stuk in de Groene Amsterdammer van deze week. Waar onder andere verteld wordt dat iemand zegt hoe die gemarteld werd, persoonlijk gemarteld werd door een vice-minister. Oh, echt? Dus ja. Dus dat betekent dat in feite om een vrij kleine groep mensen gaat, daar aan die top in Minsk. Ja. En die moeten op een gegeven moment slagen die er niet meer in om hun bevelen uitgevoerd te krijgen. Nee. Als het gezag echt weg is. En dan zijn er op een gegeven moment ook heel veel mensen die zeggen van ja, maar nou kies ik eieren voor mijn geld. En dus mensen die zeg maar loyale medewerkers waren van die geheime dienst, van die geheime politie lange tijd. Op een gegeven moment zeggen die van ja, de hazen lopen anders. Doei, Lukashenko. Ja. En dan is het, ja, ik denk 99% zeker dat dit einde verhaal is. Hij is ook al behoorlijk op leeftijd, hè? Dat moet je natuurlijk ook niet. Ja. En het is heel duidelijk dat de bevolking hier massaal genoeg van heeft. Ook al heel erg sterk protesteerde tegen het feit dat hij zijn zoon, Kolja, aan het klaarstomen is om hem op te volgen. Waardoor je dus in feite van een presidentiële republiek naar een soort monarchie gaat, een erfelijk presidentschap zou je kunnen zeggen. Nou, dat zit heel veel mensen daar ook al helemaal niet lekker. Nee, snap ik. We gaan afronden. We gaan zien hoe het verder gaat in Belarus. En
ja, we gaan zien of jouw voorspellende woorden uit kan komen, Evert, en dat de dagen van Lukashenko geteld zijn. Zijn dagen zijn sowieso geteld. Nee, ja, dat geldt voor ons allemaal. Ja. Dat is waar. Dankjewel, Evert van der Zweerde, voor dit interview. Graag gedaan. Bedankt voor het kijken. Vond je dit interessant en ben je benieuwd naar meer van ons? Like dan deze video en volg ons op social media. Houd ook onze website www.ru.nl/rapportreflex in de gaten. En graag tot een volgende keer.